naam is Marga Melling van Dalen. In 1923 geboren. En ik ben hier op het ogenblik 3 jaar, omdat ik niet goed lopen meer kan en dat ik hier terechtgekomen ben. We zijn hier om te ontdekken of de mensen de zorg wel leuk vinden. Ik krijg 's morgens, 's middags en 's avonds thuiszorg. Dat betekent eigenlijk een verpleegster. En ik ken 2 keer in de week krijg ik thuis schoonmaak. En dan komen ze schoonmaken hier. En een beetje stoffen en zo doe ik zelf wel. Belangrijk vind ik in de eerste plaats dat ze het fijn vinden om het werk te doen. Dat ze het niet alleen voor het geld doen. Want ik heb zelf ook in de zorg gewerkt. En ik heb het altijd hartstikke fijn gevonden om met de mensen om te gaan die ik had. Ja, de zorg is iets, daar moet je gevoel voor hebben. Net als een verpleegster, daar moet je gevoel voor hebben. Ik heb een scootmobiel, en daar ga ik echt mee weg. Ik ben Miranda Schotting. Ik ben coördinator van een Zatkiencenter en van Zorgservice Delfshaven. En op die plaatsen lopen stagiaires stage. Dat zijn jongens en meisjes die nog moeten leren hoe je in de zorg gaat werken. Ik word heel goed verzorgd hier. Nou, koken doe ik nog zelf. En krijgt u ook bezoek? Zeker krijg ik bezoek. Ik heb veel bezoek van buitenaf en mijn kinderen komen me bezoeken. Ja, god, buren waarmee ik vroeger gewoond heb, die wonen nu ook hier. Dus we zijn al heel oude vriendjes en vriendinnetjes hier eigenlijk. En en dan krijg ik veel bezoek van het buitenland, want wij hebben in het buitenland gewoond. Ik heb in Duitsland gewoond, ik heb in Engeland gewoond, ik heb in Spanje gewoond. Dus daar krijg ik ook allemaal bezoek van. Ik heb nog een dochter in Portugal zitten, die komt ook volgende maand. En zo, genoeg bezoek, ja. Bent u ook bij deze mevrouw Mellema geweest? Ja, want er zijn 2 stagiaires die bij mij stage lopen. En die gaan deze mevrouw 's middags helpen met de dingen die zij wat moeilijker vindt om te doen. Nu kan ze gelukkig alweer een stuk beter uit de voeten. Maar in het begin kon ze dat niet. En dan deden zij de deur open, kopje thee zetten en gezellig een praatje maken. Ik heb een hobby. Ik kweek orchideeën. En deze bloemen hier. Levend in het water van deze sluier. Ik vind het een hele leuke baan. Mensen zijn heel blij met de zorg die ze krijgen. Het is verschillend. Vanmiddag ben je bijvoorbeeld bij deze mevrouw en morgenochtend weer bij totaal iemand anders. Dus je komt verschillende mensen tegen. En die kun je helpen bij de zorgvragen die zij hebben. Die door haar dromen schrijft. Zij kent de zon niet. Ik was niet zo gek op mijn school. Echt niet. Maar desondanks kan ik tot 3 talen spreken, schrijven en lezen. Oké, dank u wel voor dit interview. Ik heb ontzettend genoten.